Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 24 augustus. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. En we zitten wederom in het donker, want het is vandaag 30 graden. En ja, we willen gewoon dat de boel een beetje afkoelt. Morgen als het goed is nog één dag en dan zou het echt wel weer over zijn. En ik hoop het, want ik ben er zo klaar mee. Maar goed, het is even wat het is. Ik ga zo meteen eventjes de woonkamer doen. Ik heb het gevoel dat het heel vies is ook. Overal kleine haartjes en zo. Ik heb gisteren nog 3 diamond paint steentjes van de grond geraapt. Dus ik ben benieuwd of ik er zo met schoonmaken nog wat tegen ga komen. Dus ik ga even kijken waar ik jullie bij kan zetten. Want het is best wel lastig nu natuurlijk. Omdat het gewoon lastig is met veel wanneer het donker is. Maar goed, dat ga ik zo wel even zien. Ik heb gisteravond, ik weet er alles van, gekeken. En de BNB vol liefde. Er ontplofte nu wel een beetje een bommetje. Ja, hoort erbij denk ik dan maar. Maar op zich was het wel weer leuk om naar te kijken. Ik heb daarna eventjes de vlog afgemaakt. Dus dat was fijn. Ik heb mijn foto's bewerkt. Dat was ook fijn. Het artikel van Essence is nu echt bijna af. En ik schiet gewoon niet echt vooruit, maar goed, komt goed. Toen ben ik Alba gaan kijken. Ja, wel heel spannend. Ik heb volgens mij nog een aflevering of 3. Dat ik het goed heb. Ik ben me er niet op vast, want elke keer denk ik heb er nog zoveel. Dan valt het toch weer een beetje tegen. En daarna had ik weer Ots, dus dat was het ook. En ik ben nu met deel 2 van het boek bezig waar ik in was begonnen. Dat is ook wel super, super spannend, super leuk. Ligt lekker makkelijk weg, dus dat was wel fijn. Ja, ik ga nu eventjes aan de gang. Ik ben even aan het kijken hoeveel graden het is, maar ik kon het vanaf hier niet zien. 26,5, oké. Nou ja, dan hoop ik dat ik vanavond gewoon de boel weer even open kan doen. Ik ga even kijken waar ik jullie bij kan zetten. Dan ga ik jullie proberen mee te nemen. Want het is natuurlijk een beetje lastig nu met het warme weer. Maar ik ga mijn best weer voor jullie doen. Zo, alles is weer lekker schoon. Voelt heel fijn aan. Want ik had echt het idee dat het gisteren voelde. Vond ik het zo vies aanvoelen in huis. Terwijl ik gewoon had stofgezogen. Maar vind ik het nu lekker dat het gewoon weer helemaal schoon is. Ja, met katten weet je, ze verharen nu best wel. Soms een keer hebben ze een beetje ruzie met elkaar. En dan vliegen de plukken in het rond. Niet dat ze er kaal van worden of zo hoor. Maar ja, dat heb je gewoon met katten. Ze kunnen niet altijd even lief zijn voor elkaar. Maar het is heerlijk dat het nu allemaal weer schoon is. Ik heb het lekker met koud water gedaan. Maar alles voelt nu heerlijk schoon aan. Ik heb nog 1 diamond paint steentje gevonden. Dus dat viel dan nog wel weer mee. Ik heb het echt onwijs warm met zweetguts van mijn voorhoofd. Ik ruik ook inmiddels niet heel fris meer, moet ik zeggen. Dus het was wel fijn. Af en toe is de zon even weg. Maar ik zal wel blij zijn als vanavond de boel weer open kan. En dan is het morgen als het goed is nog 1 dag.
Ik weet eigenlijk niet waar die nu morgen op staat, want het verandert ook weer per keer elke keer. Per keer elke keer, dat is geen goed Nederlands, dat is geen goede Nederlandse zin. Hij staat morgen nog wel op 33 graden, maar dan is het vrijdag weer 24, dus daar ga ik dan wel weer intens van genieten. Ik heb nog even gebullet journaled, dat was ook wel lekker. Dus ja, dat eigenlijk, dacht straks, er was nog iets wat ik nog wilde vertellen en dan ben ik het weer kwijt. Als ik het ook niet meteen doe, dan gebeurt het niet. Zal wel niet belangrijk geweest zijn. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen, eventjes proberen een beetje de warmte kwijt te raken van mezelf. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is het gewoon nog weer, ik weet er alles van, in de BNB vol liefde. Ik wil mijn blogpost schrijven, het artikel van Essence afmaken. Ik moet nog even een thumbnail maken voor de vlog. Ik moet nog verder met de laptop van mijn vader. Ik hoop dat ik hem met mijn verjaardag klaar heb. Dat duurt nu nog 2 weken, dus dat moet op zich wel lukken. Ja, morgen duurt het nog 2 weken, zeg maar. Voordat ik jarig ben, dus dan zou het op zich moeten lukken. Dus daar wil ik eigenlijk nog wat aan doen. Ik ga sowieso Alba verder kijken en Ots, dus dat wordt het verder ook wel. Dus ja, verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Ik heb geprobeerd jullie er een beetje bij te zetten. Het was wel moeilijk met het warme weer. Maar goed, de komende dagen wordt het wel weer beter. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 25 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb even met Nathalie gebeld. Ze heeft me even wat uitleg gegeven over de crashes bij Fortnite. Ik heb gisteren nog wel even zitten spelen, maar het wilde eigenlijk allemaal nog niet zo heel lekker. Dus met de crashes gaat ze me even helpen. En we hebben gewoon even bijgekletst. Ik kreeg een fantastisch lief filmpje van Lente door. Die was met een theezakje aan het spelen. Was helemaal leuk. Die wilde thee. Ja, het is bloedheet, maar ze had wel zin in thee. Ga ik zo meteen video's opnemen. Ik moet even de spullen af en snijden voor de bami. En ik wil nog even schilderen op nummer, dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Gisteravond heb ik gewoon weer, ik weet er alles van, gekeken in de BNB vol liefde. Ik heb nog even Fortnite gedaan, nog eventjes Animal Crossing. Toen ben ik thumbnail gaan maken, heb ik mijn artikel geschreven en daarna ben ik gaan kijken naar Alba en Ots. Dus het was wel weer heel spannend. Bij Alba was het nu een beetje voorspelbaar. Ik had al een paar dagen zoiets dat het gevoel had dat er wat ging gebeuren. En gisteren gebeurde dus waar ik al een paar dagen aan dacht. Dus dat was een beetje voorspelbaar, maar op zich was het wel weer heel leuk. Nou ja, dat was het ook wel. Ik heb lekker weer mijn boek gelezen die ik heel moeilijk kan wegleggen. Ik heb niet al te best geslapen doordat het natuurlijk best wel heet was. Gelukkig is vandaag de laatste dag, dus daar ben ik heel blij mee. Dus ja, dat is het eigenlijk ook wel. Ik ga even stofzuigen en dan ga ik alles klaarzetten om de video op te nemen. En dan neem ik jullie daarna nog even mee met de dingetjes die ik ga doen. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Thank you.
Zo, alles staat in ieder geval klaar voor de Bami. Misschien dat ik jullie nog wel even bijzet hoe ik dat maak. Dan kun je het gewoon een beetje zien. Dan plak je dat gewoon na het snijden, zeg maar. De beelden is misschien wel leuk om even te zien. Dus ik zal even kijken of dat lukt. Verder eventjes nog lekker geschilderd op nummer. Was wel moeilijk. Ik moest nu met een donkere kleur. Dus het moest allemaal heel nauwkeurig. En ja, ik merk gewoon dat het gewoon te warm is om eigenlijk echt intensieve dingen te doen. Het zweet gutst inmiddels weer van mijn voorhoofd. Dus dat is lekker. Maar goed, doe je niet zo heel veel aan. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. En daarna eventjes lekker douchen en dan straks eten. Ik heb wel ook de shoplog van Utrecht al opgenomen. Dus die spullen kan ik ook gaan gebruiken. Ik moet alleen nog aanbeelden maken van de kleding. Maar daar had ik nu echt geen zin meer in. Ik weet ook nog niet precies wanneer die online komt. Maar dan heb ik het in ieder geval gedaan. Want dan kan ik boven verder met opruimen. Maar ik verlang echt naar de koelte. Als het goed is, morgen. Even kijken hoor. Oh, 22 graden morgen. Ik heb er zoveel zin in. En regen. Vanavond, nou, ik ga eventjes Fortnite doen met Nathalie. Want die gaat me helpen met questen. Ik ga sowieso de BNB Vol Liefde kijken. En ik weet er alles van. Ik moet foto's bewerken. En ja, dat is het ook wel. Misschien nog eventjes, of misschien een beginnetje weer maken met de laptop van mijn vader. Even kijken of ik daar nog mee verder kan. Verder ga ik gewoon weer Alba kijken in Os. En dat wordt het ook wel. Dus verder niet heel veel spannend. Ik ga sowieso even wat drinken. Ik heb echt heel erg dorst. Ik heb een droge keel. Dus dat is ook wel eventjes fijn. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Ik ga de lamp uitdoen. Want het maakt het alleen maar warmer. En dan gaan we morgen weer lekker de koelte in. Daar heb ik wel zin in. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 26 augustus. Ik ben klaargemaakt en het is eindelijk afgekoeld. Het is echt flink afgekoeld. Ik zal eens even de telefoon bijpakken. Hoeveel graden het nu is. Maar dat gaat wel goed. Het is nu 21 graden. Het is ook best wel bewolkt. Ik heb lekker de boel openstaan. Ik heb het ook echt heel zwaar gehad. Het zweet sijpelt nog steeds wel van mijn gezicht af. Maar ik merk gewoon dat, ja, met slapen was het ook niet heel fijn. Ik heb intens gedroomd. Ging nog meer van zweten. Ik had het best wel zwaar ook met sporten. Dus ik heb alles lekker openstaan. Dus dat is top. Ik heb gisteravond met Nathalie Fortnite gedaan. Zij ging mij helpen met questen. Dus we zijn best wel ver gekomen. Ik heb hem nog niet helemaal af. Dus ik moet vanavond nog even flink aan de bak. Maar het was wel heel lief dat ze me daarbij wilde helpen. En ik kon ondertussen ook het spel doen. Toen ben ik alleen nog even verder gegaan. Maar dat ging niet helemaal van een leien dakje. Want ik was net op een heel druk punt, zeg maar, gekomen. Ik heb wel naar de BNB Vol Liefde gekeken. En ik weet er alles van. Dus dat was ook wel weer heel leuk. Vanavond de allerlaatste. Ik vind het ook wel weer jammer. Want ik merk wel, nu de zomermaanden, dat GTSC er is, zo leuk worden opgevuld, mis ik het ook totaal niet. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat de BNB, of de, ik weet er alles van, alweer klaar is. Maar ook wel weer leuk dat het goede tijden begint. Ik heb mijn foto's bewerkt. Dus dat ging ook top. En daarna ben ik Alba gaan kijken. En ja, dat wordt wel steeds spannender. Nadat deze serie verder in het seizoen komt, wordt het steeds spannender. En daarna weer Ots. Dus dat was het ook wel. Ik heb twee pakketjes binnengekregen wat ik had besteld. Dus dat zal ik jullie even laten zien. Ik ga zometeen even strijken. Want dat is heel hard nodig. Want dat heb ik echt al heel lang niet gedaan. Dat moet even gebeuren. En ik wil eventjes gaan diamond painten. Dus bij het strijken ga ik jullie even meenemen. Maar ik ga eerst even de pakketjes laten zien. Nou, er waren nu wat afprijzingen. En ik heb iets gekocht dat ik al best wel lang wilde hebben. Namelijk een make-up tasje van Cowboys Back. Ik heb zelf mijn handtasjes van Cowboys Back. En ik wilde eigenlijk wel heel graag ook een make-up tasje ervan hebben. En die was dus nu heel erg afgeprijsd. Dus ik heb deze gekocht. Hier kun je gewoon make-up in doen. Die wil ik toch gewoon in mijn handtas gaan doen. Er zit nu natuurlijk ook folie in. Heel veel spul. Maar deze past dus bij mijn tas. En daar ga ik dus mijn make-up spulletje in doen. Dus die gaan we morgen ook even inrichten. Want ik ga hem eerst even insprayen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Alles nu weer op voorraad, de zwarte.
Dus daar ben ik heel blij mee. En bij de Cowboys bag zelf heb ik een hanger besteld. Sleutelhanger eigenlijk. En deze die ga ik aan mijn sleutelbos doen. Want hier kun je dus een plaatje in doen met je adresgegevens. Zodat je sleutels een keertje verliest, dan kun je zien waar je terug heen moet. Dus die heb ik ook gekocht. En deze was dus nu ook afgeprijsd. Ik geloof dat deze nog €2,95 was. Deze was nu €25. Hij was normaal 50. Het jammere was dat hij alleen gisteravond later ineens nog naar €20 ging. Dus ik was eigenlijk te vroeg, maar ik ben er wel heel blij mee. Dus dit ga ik even insprayen en dan gaan we morgen inrichten. Ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik strijken, want dat moet ook even gebeuren. Voor ik het vergeet te vermelden, de baan was gisteren trouwens heel lekker. Hij was goed gelukt. Mijn moeder die zei op een gegeven moment, als je nog wat over hebt, dan wil ik het wel graag hebben. Dus dat heb ik in de vriezer gedaan, want ik had nog wat over. Maar dat was wel heel erg lekker. Dus daar was ik ook wel blij mee. Ik ben weer klaar. Ik was echt bloedheet. Ik heb ook echt hoofdpijn ervan. Maar het was wel fijn om even te strijken. Want het was wel een tijdje geleden dat ik dat had gedaan. En ik stelde het elke keer uit omdat het zo warm weer was. En nu moet het echt even gebeuren. Dus het is wel fijn dat het klaar is. Dus dat ligt allemaal alweer mooi op zijn plek. Ik heb nog even gediamond paint. Dat was ook wel even fijn. Maar ik ben nou ook wel zat. Ik moest nog weer een paar keer naar boven, want ik bedacht me ineens, oh, ik moet morgen een Action Shop nog online doen. Daar zitten spullen van Duitsland bij. Ik moet het bonnetje nog pakken. Die weer gepakt. Nou, strijkbouw teruggezet. Dus het was allemaal een beetje, ja, gedoe eigenlijk. Ik was er gewoon niet heel gelukkig mee. Maar goed, het is allemaal weer klaar. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten.
Vanavond kijk ik, ik weet er alles van, en de BNB Vol Liefde. Ik hoop dus nog even wat questjes te doen bij Fortnite. Vanavond begint ook Flikker Rotterdam weer. Dat vind ik zelf wel heel erg leuk. Dus daar ben ik wel weer heel erg benieuwd naar. Daar heb ik ook wel weer heel veel zin in als dat gaat beginnen. Dus ik ben wel benieuwd of dat ja, weer een beetje spannend gaat worden. Ik weet niet of ik me vanavond wil kijken of dat ik het morgen doe. Moet ik even naar kijken. Verder moet ik dus de video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven. Ga ik verder met Alba en heb ik roze geur en wat kalijm. En dat is het verder ook. Ik heb eventjes de etui ingespreid op het tasje en ook de sleutelhangers. Dat kan ik morgen allemaal mooi gaan doen. Maar nu ga ik even lekker relaxen. Ik ga wat drinken en eventjes rusten. Want ik heb echt een hoofdpijn. Ik heb al aspirine ingenomen. En het huis is nu 26,5 graden. Dus het koelt langzaam wel af. Dus dat is top. En ik hoop eigenlijk dat er nog een buitje regen komt. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 27 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik ga vandaag wat kleine klusjes doen. Ik moet sowieso even de kwasten wassen. Ik wil eigenlijk eventjes het slappetje inlijsten in de fotolijst. Ik wil eventjes de verfrisser in de gang ophangen. Even het make-up tasje inrichten. En ook nog eventjes in mijn blogboek aan de gang. Dus ja, ik moet eigenlijk ook nog even het opruimen. Het zijn gewoon eigenlijk wat kleine klusjes. Ik heb gisteren een beetje de schrik van mijn leven weer gehad. Ik was even naar zolder geweest om iets te pakken. En ik kom beneden en ik zie eigenlijk in mijn ooghoek iets in de gang lopen. Dus ik doe de lamp aan. Zit er zo'n spin. En ik overdrijf niet. Echt zo. Hij was bruin. Dus nou ja, goed, die moest natuurlijk weg, want ik kan er niet tegen. Dus ik wilde hem doodmaken. Ik durf die beesten echt niet op te pakken. En toen had ik hem wel geruikt, dus hij was een beetje wiek. Maar toen vloog hij half achter de verwarming. Toen heb ik de stofzuiger erop gezet. Toen zag ik hem nog wel volgens mij iets tevoorschijn komen. Dus als het goed is heb ik hem opgezogen, maar ik durf het dus niet met zekerheid te zeggen. Dus ik heb de hele avond met angst gezeten om in de gang te komen vanwege die spin. Dat is echt iets voor mij. Ik heb gisteravond, ik weet er alles van, gekeken, de BNB Vol Liefde. Het was een heel verrassend einde eigenlijk nog, wat ik niet had zien aankomen. Toen ben ik even verder gegaan met questen voor Fortnite. Maar ik denk niet dat ik het ga redden, want ik vind het erg tegenvallen. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik Alba gaan kijken. Volgens mij heb ik vanavond de laatste aflevering van Alba, dus ik ben erg benieuwd. En daarna had ik roze geur en wat kaluim, dus dat was het verder ook wel. Ik ga nu hier eventjes eerst even stofzuigen en mijn dingen doen. En dan ga ik eventjes aan de gang. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag.
deze hangt nu mooi. Ik vind hem wel heel leuk. Het lijstje is eigenlijk perfect. Ik heb dit rek hieronder ook even helemaal schoongemaakt. Even alles eraf gehaald. Helemaal ontstoft. Dus dat is ook lekker. Dus daar ben ik heel blij mee. Dan gaan we even naar de gang. Hier hangt nu deze. Dus dat is ook wel lekker. Beetje verfrissing. Dus daar ben ik ook blij mee. Kijk, en deze hanger hangt nu aan mijn sleutel. Dus hij wordt best wel vol. Maar ik heb er ook echt maar één sleutel aan hangen. Maar prima zo. En als je heel goed kijkt, zie je hier de nieuwe make-up tas zitten. Waar dus nu alles in zit. Daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Make-up tafel is opgeruimd. Dat is ook wel lekker. Dus helemaal top. Zo, ik had eigenlijk boven ook nog wat meer willen doen. Maar dat ga ik dan morgen eventjes doen. Want ja, ik wilde nu toch gelijk dat ook maar eventjes ophangen. Ik denk dat is net zo makkelijk. Dan hangt het ook gewoon. Maar ik ben er wel heel blij mee. Alleen hij wilde niet helemaal recht. Dus ik heb er even een schroefje onder gezet. Dan blijft hij hangen. Maar ik vind het wel heel leuk zo, mooi plekje zo ervoor. Dus dat is allemaal top. Ik ben ook wel blij dat het rek weer even helemaal schoon is. Dus dat is ook wel lekker. Alleen het plantje moet nog terug, maar ik wil even het potje afwassen vanavond. Ook lekker dat nu dat ding hangt, dus dat is ook wel fijn. Ik heb nog heel eventjes in mijn boek bezig geweest voor een vlog en YouTube kanaal. Ging ook wel lekker. Maar ja, ik wil eigenlijk gewoon even boven weer even een slag slaan. Als het goed is, wordt het morgen ook lekker koel weer. Dus het zou morgen ook kunnen. Dus hier inmiddels nu nog steeds, geloof ik, 25,5. Dus ik hoop dat hij straks naar de 25 gaat. Dat zou lekker wezen. Ik ga nu in ieder geval zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik Hudson en Rex kijken en Flikker Rotterdam. Want daar heb ik heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat van start is gegaan. Ik ga de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Misschien nog even kijken of er wat nieuwe boeken zijn. En ik ga verder met Alba's goedjes, dus de laatste aflevering. En weer Roosgeur en wat Kalijn. Ja, en ik moet eigenlijk nog even gaan questen voor Fortnite. Dus ik moet even kijken hoe ver ik daarin ga komen. Maar dat is in ieder geval de planning voor vanavond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Want ja, het is allemaal toch weer eventjes... Ik ben toch wel weer vrij moe. Ik heb de kwasten ook nog gewassen. Die zijn ook weer lekker schoon. Die moeten nog even naar hun droogplek toe. Dus wat dat betreft best wel lekker druk geweest. Maar het was ook wel lekker. Maar goed, tijd om te relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 28 augustus. Ik sta even op de bank. Ik heb even de stream aanstaan voor Frank. Maar ik kan hem niet verstaan. Er waren gisteren al problemen mee toen hij ging streamen. Dus... ik weet niet zo goed wat het is. En hunzelf denk ik ook niet. Ik heb gisteravond Hudson en Rex gekeken. Dat was een hele spannende uitzending. En Flikker Rotterdam. En dat ging ook lekker spannend van start. Dus dat was ook wel weer genieten. Ik denk wel weer dat dit allemaal op elkaar aansluit. Maar het was allemaal wel heel spannend. Ik heb nog Fortnite gedaan met Nathalie. We hebben weer even wat gequest. Ik moet er nog 3. Dus het wordt kiele kiele of dat ik het red. Maar goed, ik ga vanavond toch wel even mee verder. Toen heb ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Het ging op een gegeven moment heel raar, want het geluid van de tv die sprong steeds op mute uit. Ik kreeg het ook niet meer goed. Het geluid ging ineens heel erg omhoog, dus dat snapte ik niet helemaal. Dus ik heb net even Videoland op de tv geïnstalleerd, want de tv doet het nu wel weer gewoon met normaal geluid, maar zodra ik de afstandsbediening van de Apple TV erbij pak, gaat het weer niet goed, dus ik moet even kijken wat dat is, ik weet het niet zo goed. Maar goed, ik heb nu gewoon even Videoland op de tv gezet. Ik ga zo even groente afhalen, dan ga ik eventjes eerst even stofzuigen en de bak scheppen. Ik moet even nog een gehaktbal draaien voor morgen. Dan ga ik even diamond painten en dan ga ik foto's maken. Dat zal ik straks even laten zien waar ik foto's van ga maken. Dus dat wordt eigenlijk voor nu even de planning. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus dat zal ik straks even laten zien. Verder heb ik ook weinig nieuws eigenlijk. Want er is niks gebeurd in de tijd dat ik jullie niet gezien heb. Dus ik ga nu eventjes aan de gang. Ik heb wel even mijn vinger afgeplakt. Want ik heb een sneetje zitten en dat doet echt onwijs zeer. Maar die pleister die begint al een beetje los te laten. Omdat hij dan een beetje wiek wordt, zeg maar. Dat hij een beetje nat is geweest. Het is wel een pleister voor water. Maar je merkt dat de plaklaag ook minder wordt. Maar goed, ik ga nu eventjes wat dingetjes doen. En dan straks eens even de fotospullen laten zien. Zo, ik heb fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst de Clam & Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Of die de wimpers langer gaat maken.
Dan heb ik hier I Like It, Move It, Move It. Oogschaduwpaletten van Essence. En 3 lipsticks van The Action. Deze. Deze. En deze. Dus hier ga ik mooi nu eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer mooi klaar. Nou, ik heb alles weer klaar. Het ging alleen even niet van een leien dakje. Want het was weer super vervelend. De hele tijd lopen miauwen, miauwen, miauwen. De hele tijd in mijn fotostudio te vinden. Dus dat was even drama. Nou, ik heb alles even geïmporteerd. Ik was even bezig met de laptop van mijn vader. Maar die muis die werkt niet mee. Dus dat gaat ook allemaal lekker. Maar ik heb het nu eventjes gehad. Ik ga nu eerst eventjes lekker relaxen. En dan ga ik straks douchen en dan eten. En dan ga ik vanavond wel weer even verder. Maar goed, de foto's zijn weer klaar. Ik heb wel even lekker diamond painting gedaan. Dus dat ging op zich wel lekker. Het vlees en de groenten staan klaar. Dus dat is ook top. Nou ja, ik wil vanavond even verder met de questjes. Ja, ik ga sowieso Alberto kijken om 9:30. Undercover in Nederland. Ik moet foto's bewerken. En ik moet een nieuwe Netflix serie uitzoeken. Want Alba is nu klaar. Dus dat weet ik nog niet. Ik moet mijn nagels even doen en ik wil Ots kijken. En om 7 uur even sport, want Ajax heeft vanmiddag al vrij vroeg gespeeld, om 11:15 al. En het was ook niet op tv bij mij. Maar ik heb wel gezien dat ze met 2-0 gewonnen hebben, dus ik wil even de hoogtepunten terugkijken. Dus dat is het eigenlijk voor nu ook wel. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen, want... ik was gewoon echt even een beetje pissig dat Tijgertje zo vervelend was. En de hele tijd er weghalen, weer terugkomen. Dat was gewoon even niet zo heel erg lekker. Maar goed, komt straks wel weer goed. Straks even weer lekker mijn dingen doen. En dan komt het allemaal wel goed. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 29 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik ga hier zometeen lekker aan de gang. De kattenbakken moeten gedaan worden. De douche, de gang. Nou. Ik moet even een was aan zetten, want dat heb ik vorige week ook niet gedaan met die warmte. Dus dat is ook eventjes nodig. Dus dat zijn eventjes de klusjes die ik moet doen. Ik heb gisteren even Studio Sport gekeken en ik ben eigenlijk best wel geschrokken. Ik wilde even de hoogtepunten zien van de wedstrijd van Ajax. En ja, ik ben gewoon een beetje geschrokken hoe het eraan toe ging. Ajax moest tegen FC Utrecht uit. Ajax kwam er vrij snel op... 0-1, zeg maar. Ik snap dat je als supporter er altijd van baalt als je club op achterstand komt. Dat heb ik zelf ook. Als Ajax nog niet heeft gescoord en de tegenpartij scoort wel, dan baal ik ook als een stekker. Maar ja, het is niet anders. Op een gegeven moment is een speler van Ajax met een speler van Utrecht in gevecht om de bal. Die wordt keihard tegen de boarding aangedrukt en raakt geblesseerd. Hij ligt daar op de grond en wordt bekogeld met bier door de supporters van FC Utrecht. Dat vindt hij zo ranzig dat hij eigenlijk met pijn en wel toch een stukje verderop wil gaan liggen. Nou, dat vond de scheids niet goed. Toen kreeg hij daar nog geel voor ook. Sloeg helemaal nergens op. Ik bedoel, die scheids had volgens mij niet eens in de gaten wat ze allemaal aan het doen waren in het vak van FC Utrecht. En het is natuurlijk een kleine groep, hè. Het zijn natuurlijk niet alle supporters van FC Utrecht. Maar er zitten altijd gewoon een paar rotte appels tussen als het om supporters gaat. Ik bedoel, dat heb je bij elke club. Die heeft Ajax ook. Nou, die heeft Feyenoord. Die heeft PSV. Dat is gewoon. Nou, die speler ging van het veld af. Even later scoort Ajax weer. Krijgen de spelers weer een bierdouche over zich heen. Er worden oerwoudgeluiden gemaakt. Op een gegeven moment gooien ze zelfs nog vuurwerk op het veld. Toen is de wedstrijd nog even gestaakt. Maar ik vond het echt te bizar voor woorden hoe deze supporters tekeer zijn gegaan. En ik denk ook echt wel dat hier wat aan gedaan moet worden. Want dit is gewoon niet oké. Sowieso, hoe krijg je het mee? Vuurwerk een stadion in. Ik bedoel, dat is gewoon... Dan ligt er volgens mij ook wat aan de beveiliging. Want dat moet normaal niet kunnen. Want ik ben wel eens bij een wedstrijd van Ajax geweest. En dan krijg je tassencontrole. En een flesje deodorant mag ook niet eens mee naar binnen. Die kan je daar linea recta de prullenbak in gooien. Want ja, dat mag je gewoon niet meenemen. Dus hoe krijg je vuurwerk naar binnen gesmokkeld? Ik snap het niet. Maar ik vond het een beetje... Ja, ik vond het best wel verbazingwekkend. Ik heb gisteravond nog zitten clearen met Fortnite om die draak te winnen. Dat is nog steeds niet gelukt. Ik heb alleen vandaag nog... Ik denk ook niet dat het gaat lukken. Ik ga het nog wel even proberen. Maar ik ben er bang voor. Natalie heeft me heel goed geholpen, maar het is niet gelukt.
Nog steeds niet. Ik heb wel Undercover in Nederland gekeken. Was wel heel interessant weer. De laptop van mijn vader is klaar, dus dat is ook fijn. Toen ben ik met een nieuwe Netflix-serie begonnen. Ik zal de naam even in beeld nu zetten, want ik weet hem zo even niet uit mijn hoofd. En daarna had ik weer odds, dus dat was verder ook de avond. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik zal het lakje nog even pakken. Die ligt nog op de slaapkamer. Het is het laatste lakje van de Modern Nude collectie van Catrice die ik heb. Het is deze kleur. Deze kleur heet 13 To Be Conti Nude. Ik vind hem op zich wel leuk, maar je blijft een beetje het randje van je eigen nagels doorheen zien. Maar dit is wel het donkerste kleurtje wat ik heb geprobeerd. Dus dat. Ik ga nu eventjes aan de gang en ik ga jullie weer meenemen. Inmiddels lekker klaar. Er was nog even een klein dingetje. Mickey die was, ik heb boven zeg maar op zolder heb ik nog een apart hok. En er zit dus een gat bovenin. Die zat er al. Daar was Mickey ingekropen. En toen kreeg ik er dus, toen was ze dus heel bang. Want ze wilde eruit. Maar ik kreeg het niet goed voor mekaar. Ik had daar de lamp aan gedaan. Toen zag ze wel dat ze terug moest. Toen ging ze uiteindelijk wel terug. Maar ik kon er zelf net niet bij. Want ik was te klein. Dus ik kon er ook niet zo makkelijk helpen. Maar gelukkig is ze er zelf weer uitgekomen. Ze ging ook gelijk naar beneden. Volgens mij was ze er een beetje van genezen. Maar alles is lekker schoon, kattenbakken, voorbakjes schoon neergezet, nieuwe drinkbakjes. Ik heb er nu 3 neergezet, paste net, dus dat is ook top. Douche is lekker klaar, dus als ik straks ga douchen ben ik echt zo in zo'n zwembadgeur, maar vind ik wel lekker. Dus ja, dat is allemaal wel weer lekker. Ik ga zo even lekker relaxen. De was die is ook bijna klaar, die kan straks de droger in, dus dat is ook top. Vanavond ga ik kijken naar Goede Tijden, Slechte Tijden, het nieuwe seizoen. Ik ben wel benieuwd hoe het van start gaat. Daarna begint het nieuwe seizoen van Chateau Meiland, dus dat ga ik ook kijken. Ik ga nog even kijken of ik mijn draak kan winnen, maar ik ga er niet van uit. Ik ga het niet van nog een poging doen. Ik moet sowieso mijn blogpost schrijven en eigenlijk nog eventjes een persbericht online knallen. Dan ga ik verder met de Netflix serie en daarna weer Odds, dus dat wordt het ook. Maar straks eerst lekker douchen en eten. Ik moet zo nog even de rosti-rondjes uithalen. Dan zijn ze goed ontdooid als ze dan de airfryer in kunnen. Dus ik heb spinazie vanavond met gehakt en rosti-rondjes. Dus dat is voor nu even de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen waar ik jullie bij kan zetten. Ik ga even lekker relaxen, want ik ben het best wel zat. Het was ook wel weer even wennen met de lange broek aan. Maar dat was ook wel weer lekker, want het is natuurlijk prima nu.
Weet eigenlijk niet eens hoe warm het is. Oh, hier ligt mijn telefoon. Even kijken hoor. Wat is de temperatuur vandaag? Ik had het ook Siri kunnen vragen, maar het is 21 graden, 23 graden. Nou, dikke prima. Goed, ik ga relaxen. Ik ga bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 30 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik ga straks boodschappen doen. We gaan als het goed is ook even naar de Vibra. Dus ik ben benieuwd. We gaan het eventjes zien. Ik weet nog niet hoe laat mijn coach er is, dus ik wacht het gewoon eventjes af. Ik heb nog niks op mijn lippen gedaan. Doe ik straks voordat ik wegga. Ik heb gisteren Goede Tijden gekeken en ik moet zeggen dat ik het om te huilen vond. Het ging best wel heftig van start. Ik had dit al een beetje zien aankomen als ik heel eerlijk was, maar het is zo goed geacteerd, zo mooi gemaakt, dat het echt wel, ja, was gewoon om te huilen. Daar zal ik het bij laten. Ik vond het echt wel heel heftig. Toen appte Nathalie of ik mee Fortnite wilde doen, want dan kon ik mijn draak nog winnen. Gisteren was de laatste dag om de draak te winnen. Frank had me al geholpen met één opdracht. Uiteindelijk door wat tips te geven, dat was gelukt. Toen moest ik er echt letterlijk nog eentje. Er zat iemand bij ons groepje en die kon super goed bouwen. Die heeft me daar zelfs mee geprobeerd en ik kreeg het niet voor elkaar. Uiteindelijk heeft Nathalie ingelogd met mijn gegevens op haar Switch. En heeft zij de laatste opdracht van mij voltooid. En heb ik mijn draak. Dus eigenlijk heb ik het te danken aan Nathalie. Want zelf had ik het niet gered. Want ik werd er gewoon gefrustreerd van. Dat lukte me niet. Ik heb het echt 10 keer geprobeerd. En ik kreeg het niet voor elkaar. Maar uiteindelijk heeft Nathalie het weten te redden. Dus dat was heel fijn. Ik heb daarna Chateau Meiland gekeken. Was ook wel weer super leuk hoor. Moest ergens ook wel lachen, want Martien voelde zich niet goed. Die wilde naar de huisarts toe. Is hij bij de huisarts en thuis vond zit eigenlijk met smart te wachten op het nieuws wat de huisarts heeft gezegd. En hij gaat vanaf die huisarts gewoon eerst weer naar zijn kantoor toe om de stellingen in te pakken. En hun al appen, bellen, maar geen gehoord. Toen kwam hij weer thuis. Ja, toen bleek er niks aan de hand te zijn. Dus ik moest ergens ook wel lachen. Zit iedereen in spanning te wachten, gaat hij vrolijk weer naar kantoor. Ik heb mijn blogpost geschreven. Ik heb het extra artikel van Cartrice de Preview online gezet. Dus dat was allemaal wel weer goed. Tijgertje niet doen. Ik ontdekte gisteravond nog wel een spinnetje hier. Die heb ik niet weten te pakken. Dus waar die nu is, dat vind ik een beetje eng. Dat weet ik niet. Ik kreeg het niet voor elkaar. Ik had ook niks om hem te mappen. Ik heb mijn Netflix serie gekeken. En daarna Ots. En dat was ook wel fijn. Ik ga nu even stofzuigen en even de bakken scheppen en ik denk nog even diamond painting doen. En dan wacht ik even tot ik bericht krijg hoe laat mijn coach er is. Dus ja, dat is voor nu eventjes de planning. Ik heb mijn nieuwe shirt aan van Duitsland vandaag. Staat wel leuk. Ik vind hem wel heel leuk. Mijn coach heeft net, we gaan niet naar de Vibra. Dus dat wordt hem niet. Het wordt gewoon boodschappen doen, dus neem ik jullie daar wel gewoon mee heen. Wel jammer, ik kan er wel op verheugen, maar ja. Is eventjes niet anders.
ben weer terug. Ik zal even de boodschappen laten zien. Ik was even bij de Zeeman. Daar heb ik even van die clipjes gehaald voor je handdoeken. Je theedoeken. Die van mij die wordt slecht. En ik had de laatste al eentje van mijn moeder gehad. Ik heb twee Happy Birthday slingertjes gehaald. Dat was voor mijn verjaardag. Een zilveren en een gouden. Vond ik wel leuk om hier te verspreiden. Zakje met gewone ballonnen. En nog even een slaapshirt. Want die gaan er bij mij zo hard doorheen. Dus die heb ik eventjes gekocht. Dan heb ik hier dubbel fris een pak. Die was nu €1. Frikandellen. De boontjes die waren in de aanbieding bij Plus. Slavinkjes. Gehakt. Ik ga donderdag wraps maken. Speklapjes voor maandag. Een bakbotertje en een shootje. Oh, stelt hij nog scherp. Dan heb ik hier keukenrol. Gaat er ook hard doorheen. Dus ik heb een grote meegenomen bij de Lidl. Twee zijden. Beschuitjes. Nieuwe. De XXL schnitzels. Nog een beetje kleine. Een zakje patat, een zakje aardappeltjes, krepjes, haricotverts, champignons, spekjes en ik had nu de nachtcreme gevonden bij de Lidl, dus dat was alles. Dus ik ga dit zo even opruimen als de katten zo klaar zijn met eten. Dan ga ik straks lekker, ik ga nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond ga ik Goede Tijden kijken en Vier Handen op één Buik. Misschien daarna nog iets terugkijken, moet ik eventjes kijken. Sowieso nog eventjes gamen. Ik ga verder mijn vlog afmaken, mijn foto's bewerken. Dan ga ik mijn Netflix serie kijken en daarna weer ons. Dus dat wordt verder ook de planning. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Je kan op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb geplaatst. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!